Maar ik ben jullie nieuwe meester. Is dat goed? Nee. Ja, toch? Met mij ga je alleen maar naar buiten en voetballen. Juffrouw gaat zeggen ja, A, B, C. Ik niet hoor, met mij. Kom, we gaan naar buiten. Ja. Ja. Thema is giga groen en we hebben deze week afgetrapt en we hebben met de ouders en de kinderen een opening van de kinderboekenweek. Ja, het is heel belangrijk om het lezen centraal te stellen. Het lezen is voor de kinderen belangrijk, het is belangrijk voor hun woordenschat, het is belangrijk voor hun taalontwikkeling. Superleuk. Ja, echt leuke kinderen. Heel enthousiast. Echt, ja, ik vond het wel leuk om te doen, ja. Ja, het doet je toch een beetje denken aan je eigen tijd, hè, in de basisschool. Het is altijd wel een spannend moment voor zo iemand, een nieuwe persoon in de klas. De ene kent je wel, de andere kent je niet. Komen wij altijd te laat? Ja. Jullie ook? Ja. Nee. Echt wel. Ik heb een paar te laat zien komen, hoor. Ik zag jou te laat komen. En jou ook, ja. Je ziet het, hij komt binnen en het gedrag van de kinderen die is in één keer zo, wow. Een grote voetballer die bij ons binnenkomt en die mag dan voorlezen. De impact is in principe groot, hè? Want het is tweeledig. Eén, hebben wij de mogelijkheid om naar Excelsior toe te gaan om in een heel andere omgeving het onderwijs voor de kinderen te verzorgen. Maar aan de andere kant is het ook heel fijn dat Excelsior naar ons toe komt. Het zijn de spelers die de voorbeeldfunctie hebben. Het is de uitstraling die ervoor zorgt dat de kinderen toch nog een ander beeld krijgen. En op die manier ook vanuit de andere kant het onderwijs aangeboden krijgen. Woutje Stijn baalt als een stekker. Dus voor deze ene keer mag hij spelen met papa's clubbal. Nou, zien jullie dat? Kijk, hij is naar papa toe gegaan. Kan iedereen het zien? Ja! Eén, het is natuurlijk goed voor hun taalontwikkeling. Maar twee, je kan ook, denk ik, op een bepaalde manier een connectie maken met die kinderen en binden met hun. Want een bepaald verhaal kan ook voorkomen in het dagelijks leven. Jij als wat oudere persoon die met wat meer ervaring heeft in het leven, kan dingen bijvoegen dat het leven natuurlijk soms heel anders gaat na een bepaalde fase van kind. En het is altijd mooi om daarover een beetje te kunnen stoeien met de kinderen en een beetje praten erover. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te doen en die connectie te leggen met de kinderen. Op het moment dat hij dan het gesprek aangaat met de kinderen, dan merk je in de groepen dat de kinderen toch vragen hebben van wat is geluk en hoe heb jij bepaalde dingen bereikt. En als zij dan in kunnen spelen daarop dat het niet alleen profvoetbal het allerhoogste is om bepaalde geluk met elkaar te behalen, maar juist dichter bij jezelf te gaan zoeken. Nou ja, als je dan van een voorbeeldfunctie hoort, ja, de kinderen smelten ervan en die gaan er gewoon mee aan de haal.